Yo, youtube he is het hier, met vandaag dus een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag doen we de drama YouTube-story, omdat ik dit een geweldig idee vond om iets aan jullie te vertellen. Jongens en meisjes, ik moet mij al verontschuldigen in het begin, want dit is niet de leukste video die jullie ooit gaan zien. Dit is een verhaal die ik heel lang alleen voor mezelf heb gehouden, maar ik vond dat jullie, ja, een groot deel geworden zijn in mijn leven. En voordat iemand volledig kan toelaten tot je leven, moeten ze alles weten. Dus ik ga deze video gewoon maken. Ik ga superveel subs verliezen hierdoor. Mensen die vinden dat ik een respectvolle klootzak ben. En dat snap ik volledig. Maar ik zou zeggen, kijk deze video wel. Want je gaat er een hele wijze les uit leren. En ik hoop dat niemand dezelfde fout maakt als mij. En ik wil dat niemand dezelfde fout maakt als mij. Dus alsjeblieft, deel deze video met iedereen. Je kan dit bekijken op elke vlak dat je ook wil. Het moet niet op YouTube vlak zijn. Je gaat YouTube gewoon in je achterhoofd houden. Maar deze video gaat in het algemeen wel over gelukkig zijn. Dus. Let's go! Jongens en meisjes van mijn kanaal, vandaag gaan we een Draw My YouTube Story doen. De Draw My YouTube Story gaat natuurlijk over mijn YouTube kanaal, over iCit. Mijn YouTube kanaal die nu momenteel bijna de 31.000 abonnees heeft. Ik upload dagelijks, ik stop elke dag weer veel tijd in mijn video's. En ik doe het allemaal voor jullie en natuurlijk voor mezelf omdat ik het super leuk vind. Maar zoals ik soms wel eens heb gezegd of gemeld tegen jullie, is mijn leven niet zo rooskleurig als het lijkt op het vlak van YouTube en fame en zo. Mijn verhaal te beginnen zou ik graag terugstappen naar 1 september 2014. En als jij gewoon mijn hele verhaal wil weten, check dan zeker even mijn Draw My Life voor je naar deze video komt. Op 1 september 2014 had ik misschien 700 subs. Ik had 700 subs en YouTube was eigenlijk nog niet zo'n big deal in mijn leven. Ik skateboarde heel veel, had veel vrienden, ik had heel veel dingen lief. Ik was verliefd op skateboarden. Ik had goede punten op school. Ik had veel vrienden waar ik elke dag van alles en nog wat mee deed. En natuurlijk ging gingen gewoon veel buiten chillen. Toen ik op een bepaald moment van 700 subs naar de 1000 subs ging, eind oktober ging alles eigenlijk alleen maar beter. Quinten en Ryan kwamen erbij, twee hele goede YouTube-vrienden, die nu nog altijd gewoon van YouTube-vriend eigenlijk echt gewoon naar supergoede vrienden zijn gegaan. alhoewel mijn duizend subs perfect leken, ging mijn school iets naar beneden. Maar toch bleef ik van alles houden. Op de een of andere manier kwamen er alleen maar positieve dingen bij. Ik had duizend subs, mensen begonnen respect voor me te krijgen. Ik was een van de grootste in België en ik had wat ik zo lang al wou, een beetje fame. Toen ik in november. 2000 subs haalde, veranderde iets heel groot in mijn leven. Skateboarden viel weg, omdat ik niet meer genoeg tijd had om nog te skaten. Het werd winter en er kwamen heel wat YouTube-vrienden bij. En we werden een hele grote groep, dan heb ik het niet over de squad, dan heb ik het over gewoon een groep Belgische YouTubers en we werden hele goede vrienden. Dit was rond kerstmis en met kerstmis was school helemaal fucked up. Want ik weet niet wat er gebeurd was, maar mijn schoolpunten waren naar de kloten. Ik had mijn vrienden van school helemaal laten vallen. En eigenlijk alles waar ik liefde voor had, viel weg als een steen gewoon die je liet vallen van een rots. Ik deed YouTube en YouTube only. Ik ging voor de subs en ik wou alles doen wat me mogelijk was om te groeien. Ik ben superveel met de trein richting Antwerpen, Mechelen, allemaal steden in België gegaan. Puur en enkel en alleen voor YouTube. En om naar mijn YouTube vrienden te gaan. Het waren twee geweldige weken waar superveel in is gerecord. En waar er eigenlijk gewoon supergeweldige dingen zijn en gebeurd. En ik amuseerde me echt te platter. Maar toch op een bepaald moment dat ik door daar iets miste. Ik wist niet wat er miste. Maar er miste iets in mijn leven. En ik wist niet wat het was. Maar het knaagde enorm aan me. En het maakte me enorm en echt enorm moe. De subs bleven natuurlijk wel omhoog gaan, want ik bleef echt mijn best doen voor YouTube, waardoor ik 3000 subs haalde in februari. En die 3000 subs waren er eigenlijk sneller dan gedacht, want toen begon school weer. Ik ging naar school en wist echt niet wat ik moest doen. Ik had iedereen laten vallen. Ik had niemand van school één keer aangesproken in de vakantie. En ik wist echt niet wat ik moest doen. Het was alsof ik op een vreemde school zat, waar er allemaal mensen waren die ik niet kende. En mijn YouTube-kanaal ging natuurlijk wel super hard, maar mijn vrienden waren niet echt mijn vrienden en mijn leven was eigenlijk echt gewoon weg. Na een lange tijd van YouTube hitte ik op een bepaald moment de 4000 subs en op de een of andere manier ging alles weer goed. De mensen van school werden opnieuw vrienden, alles was uitgepraat en ik ging weer naar buiten, alles ging goed, behalve YouTube. Ik heb al mijn YouTube-vrienden laten vallen. School ging terug goed. Ik kreeg terug vrienden op school. En toch bleef ik uploaden. Mijn YouTube-channel ging gewoon goed. Ik had vrienden thuis. Ik had een leven. Ik ging naar buiten. We gingen veel naar feestjes. Ik was gelukkig. Het was een van de beste maanden van mijn leven. Ik had nog nooit zoveel gedaan. Ik voelde me levendiger dan ooit. Maar er miste iets. En dat was YouTube. Want mijn channel ging gewoon niet meer vooruit om de een of andere manier was het het ijs dit gedeelte weg en ik was kwaad en ik wist niet waar er gebeurde. Ik dacht dat ik gelukkig was en dat mijn video's beter gingen worden, maar dat was niet zo. Er miste iets heel erg groot in mijn leven. Ik wist niet wat het was, maar het maakte me kapot. Het maakte me zo kapot dat ik terug in hetzelfde dipje viel als ervoor. Ik ging alles fucken. Ik liet mijn vrienden opnieuw vallen en ik zei fuck this. Ik ga alles geven. Ik ga werken voor YouTube en ik ga werken voor iets dat ik echt wil. En ik ben alles beginnen geven en ben heel weinig naar buiten gegaan en heb amper aandacht aan mijn vrienden gegeven. Ik bleef 100% geven, waardoor ik natuurlijk geen tijd had voor andere dingen. Ik ging keihard op YouTube en het was het enige wat ik wou doen. Ik liet alles vallen wat ik hier had, ik ging niet meer naar mijn vrienden. Ik had niks meer waar ik nog om gaf. Ik fuckte school helemaal. Ik ging niet meer naar buiten. En het enige waar ik nog aan kon denken was YouTube. Ik wou en zou goede video's maken. Mijn subs hoger laten stijgen. En gewoon ervoor werken. En werken voor wat ik echt wou. Maar op de een of andere manier was dat niet genoeg. Want ik maakte mezelf kapot. Ik was niet gelukkig. Ik had niks. Ik had niemand. Ik had alles laten vallen. Ik had mijn YouTube-vrienden laten vallen. Ik had alles laten vallen. Alleen de subs gingen omhoog. Alleen de subs gingen omhoog. Ik had YouTube-vrienden laten vallen. Echte vrienden laten vallen. Alles was fucked. Behalve YouTube. En alles ging in de lucht. Alleen mijn subs. De rest was zo fucked up. Ik gewoon. Dat me echt niet boeid hoeveel mijn YouTube steeg. Want ik had niks anders. Het was dagen op mijn kamer zitten, video's maken, editen, slapen. En dat was vreselijk. Dat was een vreselijke periode. Toen alles in mei een beetje beter begon te gaan, kwamen de examens eraan in juni. En ik wist dat met de examens er iets heel raar ging gebeuren. Want ik was niet thuis. Ik was twee weken bij mijn oma. Om te proberen er nog door te gaan voor school. Ik studeerde volledige dagen. Ik studeerde superveel voor de examens. In de hoop om er door te komen. En op de een of andere manier had ik een supergoed rapport. En een A-test. En mijn familie was heel trots. Maar ik niet. De zomer kwam eraan. En ik had iedereen laten vallen net voor de zomer. Ik had niemand meer. Ik, ik wist niet wat ik moest doen. Ik moest werken in juli. Ik wist dat ik eigenlijk gewoon... Zomer niks ging doen, want ik kon naar niemand gaan omdat ik niemand had en ik moest werken. In jullie en ik had veel geld natuurlijk, want als je werkt dan heb je natuurlijk veel geld. Maar YouTube was er niet, ik had geen vrienden en ik deed niks buiten werken en er mis te dingen. Ik wou terug naar hoe het was met kerstmis, ik, ik had niemand, alles leek fucking slecht te gaan. Er was geen uitweg, ik snapte niet wat ik moest doen. En ik dacht dat ik het had gevonden. Toen ik dacht dat ik het had gevonden, was het ondertussen alweer augustus. En ik dacht, als ik stop met werken en ontslag neem, gaat alles weer goed komen. Dus ik, niet meer ga werken, gestopt met werken in het begin van augustus. Ik had niks meer. Werk was weg, had nog altijd geen goede vrienden, alles was weg. En ik dacht, we moeten YouTube terug opbouwen, en ik moet terug vrienden hebben, was ook al het niet verder. Alles ging goed. Dat was eigenlijk een van de beste ideeën die ik had gedaan, want toen ik mijn werk heb opgegeven, ging alles eigenlijk weer goed. En ik kwam terug in contact met mensen en alles werd bijgelegd en ik werkte weer gewoon goed op YouTube. En ik was gelukkig, maar eigenlijk niet. Er miste iets. Er was iets dat zo fucked was. Dat leek alsof het voor altijd slecht ging zijn. Mijn subs bleven stijgen en bleven stijgen. En ik had vrienden en ik had alles. Het leek alsof alles ging zoals het in het plaatje klopte. Maar ik had alles, maar toch ook niks. En de zomer was gedaan en ik had niks. Het leek alsof alles wat ik had gedaan, in nut had gehad. En eigenlijk gewoon voor niets was geweest. De beroemdheid die ik wou. En de fame die ik wou, gewoon helemaal naar de kloten was gegaan. En net op dat moment, op het moment dat alles fucked was, dacht ik: met je dierbare vrienden zijn. En ook al heb je een droom, en ook al wil je gaan. Of wat je droom is. Laat je vrienden daarom niet in de steek. Laat nooit mensen in de steek die jou niet in de steek zouden laten. Natuurlijk heb ik de squad. Natuurlijk heb ik Ryan, Alex. Maar het is vreselijk om een vriendengroep te verliezen. Waar je eigenlijk al heel je leven mee bevriend bent. En natuurlijk. Mensen stappen in je leven en stappen uit je leven. En de echte mensen laten voetstappen achter op je hart. Maar het is erg als jij... Uit hun leven stapt. Terwijl ik er altijd aan dacht dat dat nooit ging gebeuren. En ik vraag me echt af, ik dacht dat dit gelukkig ging maken. Ik dacht, als ik echt zou werken voor iets, dat ik er alleen maar gelukkig was zou worden. Maar op de een of andere manier ben ik nu heel gelukkig. Op sommige momenten ben ik zo kwaad op mezelf dat ik dingen heb gefukt. En ik ben al ergens gekomen, ik sta echt al redelijk ver. Maar aan de andere kant sta ik echt nergens en ben ik gewoon een jongen zonder leven. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie niet boos zijn of denken dat ik al een respectvolle klotsdak ben. Sorry als er mensen naar deze video kijken die ik ken. Sorry als er mensen naar deze video kijken die een rol hebben gespeeld in dit verhaal. Sorry. Ik snap het zelf gewoon allemaal niet zo goed aan. ik wil gewoon al altijd bekend zijn. Sorry. Tot morgen.